we willen graag een weg inslaan om meer te weten te komen wat Learning Analytics kan betekenen voor onderwijsontwerp met ICT. En daarvoor hebben we twee docenten gezocht, één bij de VU en één bij de UvA, die meer wilden weten over hun leerproces bij een vak. We hebben op de Y-as hebben we de studenten geplaatst die meedoen met dit vak. Op de X-as zien we hier de dagen van de maand. En elke keer als we een stipje hebben neergezet, dan heeft die specifieke student op die dag een leerobject bekeken. En hoe groter die stippen zijn, hoe meer leerobjecten hij op die dag bekeken heeft. En wat we dan hebben gedaan, we hebben de kleur die elke student heeft, dus de kleur van alle stippen van die student, hebben we laten corresponderen met het cijfer wat hij heeft gehaald voor zijn tentamen. En wat een docent hier zou kunnen zien, is dat bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde leerobjecten met name wordt gedaan door goed scorende studenten. En natuurlijk is het ter ondersteuning van andere signalen die je hebt, maar als je als docent je vak goed kent, dan kan je hier toch een inzicht krijgen in hoe bepaald lesmateriaal zich nou verhoudt tot het eindcijfer. Door met Learning Analytics te kijken, kan de docent op het moment dat het vak loopt, zien waar studenten mee zitten. En hij kan dan, of zij, op dat moment nog een aangevuld lesmateriaal aanbieden of een lesmateriaal verbeteren of ook face-to-face met studenten iets verdiepen. Naast docenten wilden we ook weten wat de studenten ervan vonden. Tenslotte is het hun data. En we hebben onder andere een enquête gehouden onder de studenten die meededen aan die twee vakken. En er kwamen een aantal interessante dingen uit. En het eerste was toch wel dat ze vooral heel erg enthousiast en positief waren over de mogelijkheden die Learning Analytics voor hun kon bieden. En dan met name over het vergelijking tussen hoe zij het nou doen ten opzichte van die groep. En eventueel pointers en feedback te krijgen over hoe zij nou anders zouden kunnen studeren of welke leermiddelen ze nou bijvoorbeeld zouden kunnen gebruiken. Daarnaast gaven ze ook aan dat er toch ook wel zorgen waren. En met name dat ze niet de controle zouden hebben over waar die informatie naartoe zou gaan. En ze maakten onder andere het onderscheid tussen een docent en een studiebegeleider, waarbij ze zoveel aangaven als ik vind het prima als de informatie over mij wordt gebruikt om mij beter te laten leren en mij te assisteren. Maar op het moment dat die informatie ook bij de persoon ligt die mijn tentamen nakijkt, dan waren ze bang dat dat misschien eerder tegen hun zou werken dan dat het hun zou helpen.